Ja, mijn onderzoek gaat over het ontstaan van menselijke voorplantingscellen, zaadcellen en eicellen en de hele vroege ontwikkeling van het menselijk embryo. En als doel om te zorgen dat we patiënten met vruchtbaarheidsproblemen beter kunnen helpen, nieuwe methodes kunnen bedenken en ook vooral te voorkomen dat mensen onvruchtbaar worden. En binnen de Jonge Academie wil ik graag zorgen dat wij als wetenschappers het wetenschappelijk element van maatschappelijke discussies, zoals over voorplantingstechnieken, nog veel duidelijker tot zijn recht komt.